Elk jaar opnieuw is hij druk bezig om modder op te zuigen in de haven van Nieuwpoort. Slib dat wordt afgevoerd door het water van de IJzer en zich afzet in de vaargeul van de rivier. De Geelvink heeft net zijn vracht gelost, zo'n 10 kilometer verder in open zee. Nu is hij op weg naar de kaai, want ze zijn met twee schepen die elkaar voortdurend aflossen. Het schip draait zich ter plekke, zodat het kan aanmeren aan een tijdelijk planton dat kan worden verplaatst. Met deze installatie wordt het slip van de bodem weggezogen en via een flexibel buizensysteem afgevoerd tot in de lege laadbak van de Geelvink. Eerst verankert hij zichzelf door wigpalen in de grond te duwen. De Hendrik Gerard heeft dus niets met de oorlog te maken. Het is gewoon een zuiginstallatie met een zware dieselpomp van 350 kilowatt. Dan gaat de zuigarm langzaam over de bodem heen en weer en wordt 30 centimeter modder in één keer weggezogen. Maar waarom doet men dit eigenlijk? Anders zou de havengeul op langere termijn ondiep worden en zou er geen scheepvaart meer mogelijk zijn. Vanuit de stuurcabine wordt alles nauwgezet opgevolgd. Dieptes kan men zien op het computerscherm en plaatsbepalingen gebeuren met GPS-metingen. Zo wordt alles meter per meter uitgediept. Stilaan geraakt ook dit schip vol. Op deze manier zijn vorig jaar 600 vrachten afgevoerd naar open zee in een tijdspanne van 6 maanden. Zij doen er ongeveer 1,5 uur over om een vol schip te gaan lozen in de Noordzee. De bemanning bestaat uit 7 personen, meestal Oekraïners en Filipino's. Er wordt in ploegen gewerkt. Ze lossen elkaar voortdurend af. Als de lading op zee is gelost, wordt hij gedeeltelijk met water gevuld. Anders zou dit schip veel te hoog op het water liggen en zou het gewoonweg onbestuurbaar zijn. Zo kan hij veilig terugkeren. Maar er zijn nog andere manieren om te baggeren. De Pinta bijvoorbeeld heeft zelf een zuigarm aan boord. Deze schepen worden hoppers genoemd, omdat ze zelfstandig kunnen laden en lossen en dit zowel op binnenvaart als in open zee. Hij heeft een laadbak van 3400 kubieke meter en zijn pomp is maar liefst 5 maal krachtiger dan de Hendrik Gerard. Met deze kabels laat hij de zuigarm zakken tot op de zeebodem. De lengte van de zuigarm bepaalt de maximumdiepte die hij aan kan. Reeds gans de week ligt hij te manoeuvreren voor de IJzermonding. Toeristen vinden dit een mooi schouwspel. Sportvissers vinden het maar niets. Al deze schepen zijn eigendom van de Belgische Jan de Nul Groep, wereldleider op gebied van baggerwerken. De bemanning bestaat uit een kapitein, 2 eerste stuurmannen, iemand die de zuigers bedient. En dan hebben we nog een werktuigkundige die de scheepsmotoren onderhoudt en enkele matrozen. En dan hebben we hier nog een totaal ander type baggerschip. Namelijk eentje om zand op te zuigen van de zeebodem.
Dit witte zand, ofwel zeezand genoemd, wordt veelal gebruikt als bouwmateriaal, voornamelijk als grondstof om beton te maken. Hij doet alles net omgekeerd. Hij haalt het zand uit de zee en brengt het aan land. Het schip is dan ook uitgerust met een vaste kraan en een transportband om zo snel mogelijk zijn lading te lossen. Hij vaart onder Nederlandse vlag en brengt in één keer maar liefst 826 ton zand aan land. Dit is goed voor 27 vrachtwagens van 30 ton. Maar deze baggeraar heeft nog iets speciaals. Aan de voorkant heeft hij een aansluitpunt om een pijpleiding te koppelen. Het zand dat hij nu bovenpompt, wordt niet in zijn laadbak gedropt, maar rechtstreeks naar het land gestuurd om het strand op te hogen. Ondertussen heeft de Pinta zijn blubber geledigd en kan hij aan de kade. De bemanning kan voor een maandje naar hun thuisland, voor een welverdiende vakantie, om dan nadien weer te vertrekken naar Duinkerke, waar de volgende karwei op hen wacht. Moet er nog zand zijn, of was het modder?